op de bank Sander de Heer. Bekende radionaam van Radio 2 onder andere. En waar ik altijd graag naar luisterde was RuudDeWild.nl. Waar je ook een belangrijke rol speelde. Dat is wel lang geleden, hè? Ja. Ja. Hoe is het nu met je? Heel goed, heel goed. Ik werk nu bij Q Music als eindredacteur. Ik ben daar nu verantwoordelijk voor de ochtendshow. Mattie, Fien en Igmar. En ik vind Q een hele leuke club. Het is echt één merk, één identiteit, één vloer waar iedereen werkt. Mm-hmm. Moest ik wel even aan wennen na 20 jaar publieke omroep. Ja, want even voor de mensen die jouw carrière niet helemaal gevolgd hebben. Hoe is het voor jou begonnen? Hoe ben jij bij de radio terechtgekomen? In Limburg. Ja, wil je echt heel lang terug? Nou, dan gaan we terug naar 1989. Hey. Ja, ik ook. December 89. En jij? Zomer 89. Ja. Met Lil Louie en French Kiss op 1. Ja, dat heig nummer. Ja, en Chaka Zulu. We Are Growing. Ja, en dat soort... Hoe oud was je toen? Ik was toen 14. Ja. Ik had nog een hoog stemmetje. En ik ging, ja, daar heb ik nog steeds heel veel aan te danken. Je had in Maastricht zeker, maar in Limburg überhaupt niet. Daar kom je zelf ook vandaan. Er was geen lokale omroep. Nee. Er was één grote regionale zender, L1 nu, ja. Vroeger de ROZ. Ja. Die deden helemaal niks voor jongeren en niks aan populaire muziek. Ja, en ik wilde bij de radio en ik wilde radio maken voor jongeren. En dat was er gewoon niet. En over de grens in België mocht alles qua radio. Iedereen mocht op zijn huis een straalpaal zetten. Ja. Commerciële radio, alles leefde daar. En daardoor waren ze gewoon hun tijd zo ver vooruit. Dat wat eigenlijk pas in Nederland landelijk werd. Met de komst van een 538 en een Sky Radio. Horizontaal geprogrammeerd, commercial blokken, acties, prijzen weggeven. Ja, rotaties. Ja, dat deden we, playlisten maken. Ja. Dat deden we allemaal al in de jaren 80 in België. Ja. En daar heb ik het wel echt, tot op de dag van vandaag, kan ik echt zeggen dat ik daar dingen heb geleerd. Van zo doen we een hitparade en zo ga je met bellers om. Ja. En drive-in shows, op evenemententerreinen staan, prijzen weggeven. Dat deden we daar allemaal. Ja, ja, hetzelfde voor mij. Je hebt volgens mij ook nog bij CRM gewerkt. Ja, je had CRM en RMC. Ja, ja, ja. En Maaseik en allerlei. En Maasmechelen. Ja, ja, maar overal zat een... Ja. En op elke straathoek daar, in elke kelder, weggestopt. En ik zat er bij eentje. Die zaten achter een café. Maar wel dus met horizontale programmering en nacht-dj's en... reclamespotjes van alle winkeliers om de hoek. Ja. En er werd echt gewoon goed over nagedacht. Ja, supercoole tijd. Ik denk er nog met plezier aan terug. En hoe kwam je bij de landelijke radio terecht? Heb je eerst nog een tussenstap gemaakt? Nee. Ik heb stage gelopen bij 538. In eind jaren 90. Halverwege jaren 90. Op de salesafdeling. En was toen eigenlijk natuurlijk al vaker te vinden in de studio. En werd daar toen de allereerste studio producer. Er was eigenlijk niemand die productie deed in die tijd. Elke DJ moest alles gewoon nog lekker zelf doen. Ja. En daar zat niemand verder bij in de studio. Tegenwoordig natuurlijk zit er een video-editor en een redacteur en nog een producer. Ja. En ik was eigenlijk de eerste die zei van... joh, laat mij maar aan de telefoon zitten bij Wessel van Diepen. En die vond dat wel verrekte handig. En, van Diepen draait door? Ja. En toen kwam het inderdaad van Diepen draait door. Die moet het eigenlijk wel zelf kunnen... Ruud de Wild heeft wat meer hulp nodig, want die ging toen de ochtendshow doen. Mm-hmm. En toen ben ik soort van producer / sidekick / filelezer in de ochtend geworden. Ja. Maar eigenlijk omdat ze daar gewoon helemaal niemand voor hadden die dat deed. Mis je dat nog wel eens, dat braakliggende terrein, dat je ergens de eerste mee bent... Nu is het eigenlijk in de radio eigenlijk alles al uitgevonden. Of is dat niet zo? Nou, ik krijg dat gevoel wel een beetje bij Q. Bij Q, niet dat alles nog moet worden uitgevonden. Maar even het terug naar... We zijn met één club om hier keihard aan te werken. Bij Q is gewoon echt... boven een keuken waar iedereen luncht. En iedereen staat zijn boterhammetje te smeren. Ja. En of je nou advertenties verkoopt... Of op de online afdeling werkt. Of DJ bent. Iedereen staat er zijn eitje te bakken. Ja. En dat zorgt wel voor een creatief proces van... Hey, niet alleen kun je van mij ook een eitje bakken, maar meer... we hebben een leuk idee, kunnen we hier eens over praten? Moet dit op de website? Of ik zag vanochtend dit staan. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Veel meer met z'n allen één club vormen. Ja. En dat is wel iets dat ik... Wat ook niet mogelijk is bij de publieke zenders. Want omroepen zijn veel groter en... wat hiërarchischer gestructureerd. Maar ik snapte ook dat het bij een Talpa momenteel gewoon... Ja, hoe professioneler je wordt en met hoe meer mensen je werkt... Ja, dat maakt het op zich ergens wel wat minder creatief, denk ik.
Dat je zoveel merken bij elkaar zet. Dat je merken bij elkaar zet, maar ook dat je alles een afdeling hebt. En ik snap het ook ergens wel, maar ik heb afgelopen jaren bij Radio 2 en vorig jaar nog bij 3FM weer gewerkt. En ja, je moet wat schrijven over, er moet even wat overlegd worden. Je moet letterlijk naar een andere verdieping om de communicatieafdeling te spreken. En dan moet je met die communicatieafdeling weer overleggen. En dan zit die ander weer in overleg. En dan denk je, laten we het maar, dan doen we het wel niet. Of dan doen we het wel op onze manier. Of je moet gewoon korte lijnen hebben bij creatieve processen. Ja. Even terug naar de 3FM-tijd. Toen hebben we ook nog dezelfde dag zelfs radio gemaakt. Ja, deze zondagmiddag, That's Life. Daarvoor zaten we bij de Tros met de Cyber Top 50. Kun je je nog herinneren? Toen haalde jij jij was heel ver in het downloaden, toch? Ja, ik haalde inderdaad mijn hits van internet. Het zijn echte opa's vertellen, hoor. Soms voel ik me wel een beetje zo. Ja, nee, maar ik vind het leuk om even te zien hoe jij dat beleefd hebt. Want ja, ik herken dat ook, hè. Want bij mij werd letterlijk gezegd bij de Tros, ga je weer naar de overkant? Hè, want je had 3FM zat op het Mediapark. Mm-hmm. Dus, ja. En met BNN, ja, hoe was dat dan om voor BNN te werken? Werkte je op de eerste plaats voor BNN of voor de eerste plaats voor 3FM? Nou ja, dat is een discussie die ik lastig vond. Want je werkt voor twee bedrijven. Ja. En dat vind ik nu bij Q zo fijn, dat je gewoon werkt voor één merk met z'n allen. En dat je niet constant verschillende petten op hebt. En ik denk dat ook tegenwoordig kan dat niet meer. Het gebeurt wel nog. Ja, het gebeurt nog, maar ik denk dat je het je niet meer kunt permitteren. Kijk wat er nu met 3FM gebeurt. Ja, als iedereen dan in zijn clubhuis blijft zitten, ja. Van ja, maar ik heb het stempel VARA. Oké, dan is het nu BNN VARA. Ja. Maar tot anderhalf jaar geleden waren het ook nog veel meer omroepen. Ik denk dat als je krijgt gewoon een sterker merk als 3FM gewoon centraal geleid wordt en alle omroepen toch iets van hun merk, in ieder geval hun merk opgeven. Ja. Want nu moet er worden gevochten voor het vlaggetje van de NPO, het vlaggetje van BNN, ja. BNN VARA. Ja. Ja, dat zorgt er alleen maar voor dat er in beeld allerlei logo's staan, ja. waar eigenlijk niemand wat aan heeft. Ja. Ik schrijf ook wel eens wat van die kolompjes erover, in het verleden ook over 3FM, en dan zeggen mensen altijd vaak, je zit in je nest te schijten waar je toch jarenlang voor gewerkt hebt. Heb je dat gevoel ook wel eens dat je dan zeggen mensen, ja, waarom heb je er dan voor gewerkt toen? We vonden het toen ook al lastig, hè? En voor de Tros en voor 3FM werken. Ja, ik ben op een gegeven moment, ik voelde me echt in een spagaat zitten. Nou, nee, ik zeg nu met recht, ik noem het voorbeeld van 3FM nu. Ja. Want ik kun niet ontkennen dat die problemen hebben daar, ja. Als je op 4% marktaandeel staat. Maar ik zeg alleen maar dat je die problemen, dat je dus nu eigenlijk in deze tijd niet meer kunt permitteren om gewoon twee merken te voeren. Ja. En natuurlijk in een tijd, als je het hebt over 10 jaar geleden, was dat makkelijker. 20 jaar geleden nog makkelijker, ja. En 30 jaar geleden was doodnormaal. Ja. Maar op het moment dat we in een tijd zitten waarbij dingen zo snel veranderen, het gebruik en de verleiding om op een andere manier via je smartphone media te consumeren, ja, dan moet je echt al, je moet gewoon een heel stevig merk zijn. Want mensen moeten jouw app op hun telefoon hebben staan. Ja, en welke app investeer je dan? In de BNN-app, in de BNN-VARA-app, in de AVRO-TROS-app of in de programma-app van, van de NPO? Ja. Of onder een uitzending gemist-app? We hebben gewoon één app, dat is de Q-app. Ja. En daar zit alles onder, punt. Ja. Ja. En daar wil je mensen mee in aanraking brengen. Ja. En toch heb je bij Radio 2 de ochtendshow gedaan. Hoeveel jaar? 8 jaar. Ja, te gekke tijd lijkt me. Ja. Je zit bij de grote landelijke zender met de top 2000. Heb je ook meegemaakt natuurlijk. Mm-hmm. Doet het je nou zeer als je ziet dat Radio 2 nog veel meer aan het groeien is? En dat je nee, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ja? Ja, ja. Maar je hoort er niet meer bij. Nee, maar in die zin ben ik helemaal absoluut niet zuur of niet verbitterd. Ik snap dat het op een gegeven moment tijd was bij Radio 2 voor een andere koers. En dat Gerard Ekdom kwam. Het was alleen niet mijn koers. Ik ben daarvoor gekomen, 8 jaar eerder, met de opdracht, luister, we willen iets doen aan iets meer entertainment en een luchtig ochtendprogramma, maar wel met nieuws, mensen bijpraten, publieke waardes. Inhoud. Inhoud. Ja. Dat na 8 jaar een volgende stap wordt gemaakt, ja. In, we moeten gewoon nu, om nog meer mensen te bereiken, om de NPO nog meer draagvlak te creëren,
moeten gewoon een nog grotere naam aan die ochtend verbinden, zodat er gewoon grote getalen, gewoon het publiek allemaal komt. Ja. Nou ja, dan zet je Gerard Ekdom op dat podium. Ik zeg, nou ja, op het moment dat ik dat hoorde, ik zeg, dat begrijp ik volledig. Ja. En je bent toen niet meteen weggegaan ook? Nee, toen heb ik een jaar lang het weekend gedaan. Ja. En toen heb ik heel veel achter de schermen ook gedaan, waar ik net over vertel. Tijdelijk eindredacteur bij 3FM geweest. En ja, ik vond dat altijd wel leuk. Ik heb, nou ja, bij Ruud de Wild vroeger al achter de schermen deed ik ook het regelen en het produceren en mensen aansturen. En ja, dat is wat ik nu eigenlijk ook weer doe. Dat vind ik superleuk. Ja. Wat is je leukste herinnering aan je ochtendshowtijd bij Radio 2? 8 jaar, man. Kunnen niet veel jokes zeggen. Meestal na 3 jaar wordt er weer gewisseld van. Ja, nou, ik heb wel echt de kans gekregen om het heel lang vol te houden. Wat is mijn leukste herinnering? Weet ik wel. We zijn natuurlijk, ik heb daar de omschakeling gemaakt. Nou, het was de tijd dat de camera's in de studio kwamen. Mm-hmm. Dat wij een soort van de helft van DJ's draaiden die camera weg, want die wilden helemaal niet in beeld zijn. Ja. Dat maakte ook helemaal niet uit. Mm-hmm. Want daar keek toch niemand. Mm-hmm. Dus wij gingen daar wel mee spelen of zo. En het leukste wat we hebben gedaan, dat was ook de tijd van, het is echt ouderwets, maar de eerste iPhone en de eerste iPad. Mm-hmm. En wat we toen hadden bedacht is, ik geef een iPad weg. Ja. En ik had gewoon een pet op voor de webcam met iPad, ja. P-E-T. Ja, ja. Ja. En we geven nu, en het was echt een ding, die allereerste iPad wilde iedereen hebben. Ze waren net uit in Amerika en wij gaven een iPad weg, maar kijk wel even op de webcam. Dus we wilden wel, en op de webcam zag je mij zitten met een witte pet met Apple logo, iPad. Ja, ja. En dus heel veel, dat was eigenlijk de eerste keer ook dat we zo experimenteerden met de cam. Ja. En grappige dingen doen met interactiviteit en visual radio. En heel veel mensen die echt helemaal het fantastisch door het lint gingen dat ze een iPad hadden gewonnen. En ik was elk uur ook, weet je, we hebben er net 10 weggegeven. Volgende uur geven we weer 10 iPads weg. Ja. Kijk nog even, maar kijk wel even op de webcam. Dan kun je hem zien. Geen gezeik mee gehad? Nee, maar heel veel mensen die toen die webcam ontdekten en daar heel hard op moesten lachen. Ja. Had jij ook sidekicks in die tijd of alleen een nieuwslezer? Nee, dat was echt een bewuste keuze ook. Om gewoon ons op de inhoud te richten en het ook tussen mij en de luisteraar te laten plaatsvinden. En in die zin ben ik ook nog steeds trots op die show. Dat we echt wel, we waren qua interactie met de nieuwslezer, maar ook snelheid in quotes en dingen monteren, overzichtjes, gewoon alles heel kort en snappy brengen. Maar wel met een glimlach en een hoop vrolijkheid en muziek. En daar ben ik nog steeds heel trots op. En jeukt het nu nooit meer dat je denkt, fuck man, er speelt iets in de wereld. Je denkt, daar had ik deze week zo leuk op kunnen inspelen op de radio. Nou, het fijne is dat ik nu van alles wat doe. Ik doe bij Q een deel het managen en aansturen van een team. Maar zit je er ook echt bij? Maar ik zit er ook nog regelmatig 's ochtends bij. Achter de regieknoppen. Dus ik kan vanuit daar tegen de redacteur zeggen van, jongens, dit zou ik op een net iets andere manier aanpakken. Ja. Maar ik kan ook nog in het oor van Mattie of van Igmar roepen, jongens, deze plaat is wel van 10 jaar geleden is het ook al een keer gedaan. Of omdat ik dan 20 jaar ouder ben en wel weet hoe een Elfstedentocht verreden wordt. Ja. Dus ik zit nog regelmatig, ook wat je zegt qua ideeën, dingen in te fluisteren. Waardoor ik het toch niet mis, maar toch nog heel erg betrokken wel ben bij het product. En geeft dat dezelfde voldoening? Nou, misschien wel iets meer. Nog meer? Ja, want ik heb, ik voelde me ook altijd wel achter de microfoon een soort van kwetsbaar. Ik moet maar wachten, ik moet hopen dat een redacteur precies het goede voorgesprek heeft gevoerd of de juiste mensen belt en dat ik de juiste informatie krijg. En nu als eindredacteur weet ik gewoon van, luister, als dit niet klopt, dan moet ik een redacteur aan het werk zetten. Als nu de verkeerde informatie wordt gegeven, dan kan ik het nog snel allemaal, ik probeer het allemaal goed voor ze te regelen. Ja. En ik denk dat ik dat ook wel weet, omdat ik de ervaring heb van hoe kwetsbaar je achter die microfoon zit, dat ik ook wel weet van, nu even die tekst herschrijven of een kopje koffie naar de DJ brengen, want die zit er even doorheen. Ja. Dus ik vind dat ik veel meer het product kan bepalen en kan aansturen. Alleen ik sta niet meer te shinen op de poster of te lachen om de grap of lekker op Instagram met mijn kop. En dat vind ik ook, dat vind ik niet meer nodig
deze leeftijd. Ja, hoe oud ben je? 42. Ja, ik ben 43. Ik hoorde laatst dat Leo van der Goot, toen hij 40 was, nog een generatie voor ons, gezegd heeft, het is klaar voor mij. Als je 40 bent, moet je stoppen als discjockey. Ben je dat met hem eens? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, in Amerika zijn de grootste jongens die nog ochtendshows maken, mm-hmm. die zijn gewoon de 50 gepasseerd. En ik merk ook wel bij ons, bij een jong team, levenservaring is toch ook wel een verhaal waar je kracht uit put en waar je een goed verhaal opbouwt. Als je echt niet weet, nou wat, weet je, wat is het lang geleden? Ik riep net al 11 stedentocht. Mm-hmm. Autoloze zondag. Dat is nog ook van voor mijn tijd. Maar als jij alles moet hebben van dat heeft iemand anders me verteld, dan kun je geen beelden oproepen. Dan heb je, neem het gulden tijdperk of wat iets. Ja. Dan kun je wel benoemen in twee regels. Gewoon vroeger was het allemaal veel goedkoper. Ja. Maar als je daar voorbeelden bij hebt en uit je eigen leven, de levenservaring, vind ik wel noodzakelijk. Dat is mooi. En ik zeg ook echt tegen alle jonge jongens bij ons ook, als je vakantie hebt, ga een mooie reis maken. Ga dingen ervaren. Je moet een bepaalde bagage hebben als je achter die microfoon zit. Ja, maar kun je dat uitleggen? Want wanneer komt dat van pas dan als je iemand aan de telefoon hebt die ook in dat land is geweest? Of? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of als er iets in het nieuws is in dat land? Precies. Niet dat je dan hoeft te zeggen, oh, daar ben ik ook geweest. Maar hoe zou je dat dan aanvliegen? Nou, noem een vakantieland Thailand. Mm-hmm. En je weet dat daar, ik ben ooit in Thailand geweest, toen vond ik het daar ook. Bangkok is super druk en super vol natuurlijk. Toen daar die aanslag was in Bangkok, en je spreekt daar mensen die zeggen, toeristen die het helemaal niet gemerkt hebben bijvoorbeeld. Dan snap jij dat. Dan snap je dat pas op het moment dat je daar geweest bent en weet van, die stad is zo massaal, zo druk. Ja. Iedereen zit daar zo met zijn smokmasker in de uitlaatgassen van het verkeer. Ja. Je hebt daar niet door als je aan de andere kant van de stad bent. In een stad waar 10 miljoen mensen wonen. Wat daar, kijk, wij krijgen keurig een appje. Als je in Amsterdam voor het stoplicht staat en je hoort op de Dam is er iets gebeurd. Of in een andere stad. Ja. Van ik moet omrijden. Maar als je in zo'n, weet je, zo'n beleving krijg je echt pas als je, of die beelden kun je oproepen. Ja. Als je het ervaren hebt, als je er geweest bent. Vind ik een hele goede tip. Dus ook voor jonge radiomakers. Besteed je tijd nuttig, verrijk je wereld. Ja. Hoe verklaar je dan toch de hang bij heel veel radiostations naar jong talent, jong talent, jong talent? Nou, ik denk dat heel veel zenders zich wel een beetje alleen op leeftijd focussen van we moeten jonge radiomakers hebben. Is dat in verband met het plaatje op de poster? Of de webcam? Nou ja, het is natuurlijk ook met dat die mensen spreken een nieuw publiek aan. Okay. Ik snap echt wel dat je wat 3FM doet met zo'n Kai van der Ree, een jongen die nog nooit radio heeft gemaakt, maar wel op YouTube gewoon heel groot is en bij Concentrate zit. En dit super leuk vindt om verhalen te vertellen. Die jongen heeft een woordenschat en een levenservaring en een verhalen enorm. Ja. Heeft alleen nooit radio gemaakt. Ja. Dat maakt dus niet uit. Nee. Dus ik snap wel dat je iemand neemt omdat hij die in die jongere wereld aansluit. Ja. Hetzelfde geldt voor Igma nu natuurlijk. Flinke following op YouTube. Ja. Ja. Je werkt ook met hem samen. Zeker, zeker. Neemt hij nou, want dat is ook nog eens bij jongeren, nemen die wel wat aan van de generatie ervoor? Nee. Hoe krijg je dat dan voor elkaar om hem bij te sturen? Nee, millennials zijn heel lastig, dulde moeilijk gezag. Nee, luister, ik zie me ook niet als... Nee, je bent een soort coach. Ja, maar je moet me niet zien als baas, maar ik geef advies vanuit een soort... Ik denk te weten, ik heb iets meer ervaring. En dat is de truc tussen, aan de ene, soms stuur je bij en zegt, hey, rot even lekker op. En soms denk je, je zoekt het zelf al uit en dan komen ze hopelijk naar je toe van, joh, kun je me dit nog een keertje uitleggen? Ja. Ik probeer inderdaad te coachen, dus dat is meer ze vooral zelf laten vragen waar ze mee zitten en erachter laten komen, dan een handboek radio voor te schotelen hoe ik vind dat het moet. Dat... Zijn er volgens jou universele radioregels en wetten? Nou, bijvoorbeeld, je spreekt je luisteraars niet met jullie aan, maar met je. Ja, dat is zo'n gouden regel. Ja, er zijn wel radio. Ik denk dat die radioregels, zoals eentje die je net noemt, steeds belangrijker wordt. Hoe vertel je goed een verhaal? Het is soms bijna een boek schrijven. Waar begin ik een verhaal? Hoe ziet mijn hoofdpersoon eruit? Wat beleeft mijn hoofdpersoon? Hoe laat ik het publiek kennis maken? Ben ik zelf de hoofdpersoon of doe ik een ander perspectief? Ja. Het is soms bijna een boek schrijven. Omdat je echt wil dat iemand naar jou luistert.
En prima, vroeger vond iedereen het prima, want ze zetten toch de radio aan voor de plaatjes. Ja. Maar ze kunnen, als ze kunnen kiezen uit Spotify met lekkere non-stop muziek, dat zo onder een appje zit. Of ze moeten de app van jouw zender gaan downloaden, waar jij de ochtendshow maakt, waar ze intunen voor. Dan moet je een verdomd goed verhaal hebben waarvan iedereen zegt, heb je dat vanochtend gehoord? Ja. Kijk nou, ik vind Arjen Lubach altijd qua tv het goede voorbeeld. Ja. Maar die zegt ook nog gewoon jullie. Dan zit ik me er nog wel eens aan te ergeren. Ja? Ja, ja, maar dus bij hem is alles soort niet grap, maar wel ja, entertainment manier. Ja. Ja, maar nee, dat vind ik dus echt een voorbeeld van hoe iemand gewoon door mond-tot-mond reclame van, dat moet je kijken, daar gaat het om. En dat gewoon de hele wereld kan. En daar word ik blij van, dat het gewoon allemaal wel nog kan tegenwoordig. Impact genereren en media maken. En, maar je verhaal moet boeien en sterk zijn inderdaad. En meteen de aandacht pakken. Is dat een kwaliteit die je aan te leren is? Of heb je die gewoon van huis uit? Ja, er zijn er die het natuurlijk van huis uit hebben. Neem een Robert Jensen. Die daar natuurlijk in grossierde in de tijd te pakken. En een verhaal van A tot Z in te kleuren. Maar vervolgens na, hoe lang heeft hij de radio gezeten? De ochtendshow gedaan? Af en aan, af en toe een jaartje, niet. Ja. Dus je moet aan de andere kant ook gewoon de regels hebben en de structuur hebben om het allemaal vol te houden. Ja. Dus er zit iets van natuurtalent in. Maar ik denk dat je ook wel goed aan kunt leren. Dat proberen we ook bij Q wel. Je hoeft geen Robert Jensen te zijn die van A tot Z een verhaal in een kwartier uitlegt. Maar als je verhaaltjes vertelt en je hebt de ervaring zelf meegemaakt, waar we het net over hadden, zorg dan ook dat je het zo mooi mogelijk vertelt van A tot Z. Ja. Dat vind ik een interessante stelling. Ik deponeer hem even, Sander. Terwijl het hier best wel koud is, hè? Maar goed, het is heel koud. Daarom zit Sander met zijn armen over elkaar. Ja. Die mensen denken, wat een gesloten houding. Sander een jas. Het is hier gewoon, je wordt op alles bespaard. Even wat glühwein. Ik word op alles bespaard sinds ik geen radio meer doe. Nee, precies. En er wordt er zelfs op cassette opgenomen. Ja, cassette. Het is echt allemaal. Hoe ouderwets willen we zijn. Ik draai even een bandje om. Ja? Er zit zelfs geen bandje meer in. Zo ouderwets is het. Nee, met een SD-kaartje. Nee. Maar goed. Nee, wat ik interessant vind is, kijk, ik heb wel eens, dan zit ik naar een radiostation te luisteren, ook een jonge gast met talent. Maar dan hoor ik hem bijvoorbeeld een telefoongesprek voeren en denk, oh, maak die fout nou niet. Weet je, dan hoor je toch oude lul? Dan gaat het niet als oude lullen nu zitten corrigeren. Nee, maar ik bedoel dus, wat je dus wel hebt met ervarende discjockeys, is dat ze dus niet meer de fouten maken die een nieuw iemand wel maakt. Dus is mijn vraag, moet juist jong talent, moeten we die proberen te helpen dat dat niet meer gebeurt? Of moeten ze die fouten juist maken? Moeten ze op hun bek gaan met een telefoongesprek? Snap je wat ik bedoel? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zie je ook dat het allemaal verandert. Ik bedoel, een jaar geleden zeiden we nog, je moet horizontaal filmen. En nu mogen we weer rechtop filmen. Die vloggers, als wij als oude lullen al die vloggers hadden geleerd dat ze een camera op een statief moesten zetten. Alles moesten uitlichten. En dan vooral op enige afstand van de camera moesten gaan zitten. Hadden ze nooit bereikt wat ze nu bereiken. Nee, door zo vol in hun... Op hun dus ja. Maar jij weet toch wel, een telefoongesprek wat niet loopt, daar moet je ervaring voor hebben om dat bij te sturen. Of omdat je weet dat je niet een bepaalde valkuil invalt. Met een BN'er of met een luisteraar. Ja, Hey, je moet luisteren ook aan het woord laten. Ja, maar je leert toch echt van je fouten. Je kunt alles wel gaan dat kun je niet eruit coachen. En ik hoor iets storen trouwens. Even kijken of je telefoon nog aanstaat. Ik heb hem wel op... Nee, hij staat niet. Het staat meer op vliegtuigmodus. Oh. Alsjeblieft. Echt? Ja, anders haken de kijkers af. Oh, wacht. Maar mijn vriendin is hoogzwanger. Dus ik moet wel bereikbaar blijven. Mag ik hem dan daar neerleggen? Dan stoort hij weer minder. Ja. Serieus, hoe lang nog? Ja, nog 3 weken. Wat cool. Maar ja, je weet nooit. Eerste kind? Nee, tweede. Hoe oud is je eerste kind? 3. Oh, cool. Ja. Jezus man, een ochtendshow en dan ook nog 2 kinderen. We liggen er lekker op tijd in, s'avonds. Dat kan ik me voorstellen. Nou, leg jij mijn telefoon wat verder weg? Ja, ik leg hem even 4, dan stoort hij niet meer. Sorry, als hij gestoord heeft tijdens het gesprek. Ja, af en toe, heel af en toe. En anders doen we het even... Maar Sander, ik moet je toch even een klein beetje corrigeren. Want je hebt steeds over oude lullen. Je bent pas 42. Precies wat je zegt. Zou niet ieder radiostation met zijn armen open moeten staan? Denk van, die jongen heeft zoveel radioervaring. Die heeft alles meegemaakt. Die wil ik gewoon hier op de radio hebben. Ik voel me soms bij Q wel een oude lul. In die zin dat iedereen, dat ik echt merk dat dat de jonge generatie 50... Maar inderdaad, 42 is niet... Nee. Wat je zegt over Amerika ook. Ferry Maat heeft tot zijn 63 radio gemaakt. Zolang je niet klinkt als een oude lul.
Daar gaat het natuurlijk om. Ja, maar ja, je moet wel die beleving... Ja, dat ligt eraan voor welke doelgroep je werkt. Ik zou op 3FM kan ik geen programma meer doen. Maar Radio 2... Maar Radio 2 had ik nog jaren mee gekund. 10, Veronica. Ja. Kijken welke stations we er nog bij krijgen. Ja. Dus ik heb die vraag laatst ook in het radiocollege gesteld. Wanneer weet je dat juist dishockey je tijd erop zit? Ik heb niet het gevoel dat dat al op je 42ste is. Nee, natuurlijk niet. Zeker niet. Sterker nog, op een Radio 2 en een Radio 10, daar moeten gewoon 40ers zitten. Ik vind, je moet de taal spreken van de doelgroep. Ja. En daar mag je net iets onder zitten, zodat je doelgroep ook nog... Zodat jij niet helemaal er bovenuit steekt, maar... Of heb je er maar gewoon bij neergelegd? Ik denk, nou ja, zo is de radiowereld eenmaal. Nou, ik vond het met name ook op een gegeven moment achter de schermen erg leuk. Dat ik denk van, hé, maar hier kan ik nog wat betekenen. En waarom zou ik hiermee wachten... totdat ik de 50 gepasseerd ben en er dan wellicht weer een hele generatie andere nieuwe ex-radiomakers wil gaan coachen of wil gaan managen. En het bij mij ook wel scheelde dat ik gewoon 8 jaar lang ochtendshow heb gedaan. Dat dus ik ook dacht van... Je hebt het hoogste al behaald eigenlijk. Ja. Op een landelijk station. Ja, en als ik er niet... Als niet de wind met Gerard Ekdom na 8 jaar had gewaaid... Maar een jaar later of 2 jaar later had ik het echt nog graag gedaan. Ja. Maar ja, 8 jaar lang je wekker. Dit was wel toevallig dat ook dat jaar, vlak voordat ik te horen kreeg dat we wat anders gingen doen met die ochtend, heeft mijn vriendin mij ook wel gevraagd, die zegt van, hoe lang wil je dit nog doen? En dat was bij mij nooit een vraag geweest. Maar ze zegt, het is super zwaar. Het is nu al zo'n groot deel van je leven, van ons leven. Hoe lang wil je dit nog doen? Ja. Ja, toen had ik wel zoiets van, ja, het is eigenlijk ook op een gegeven moment wel mooi geweest. Dus daar heb ik wel vrede mee gehad. Snij je iets moois aan. Vaak is de eerste reactie als jij een radioprogramma gaat doen ergens, gefeliciteerd met het programma. Staat er dan ook in de krant, Sander de Heer krijgt, noem maar wat, ochtendshow bij Radio 10. Maar het is toch echt geen kwestie van krijgen. We weten allebei wat voor een opgave het is om een goed, leuk, langdurig radioprogramma te maken. Hè? Of zeg ik het dan te zwaar neer? Is het een geschenk? Ja, nog steeds. Ja, waarom? Het is toch een enorme... Het is toch ook wel mooi dat ze zeggen dat je dit krijgt. Zo voelde het voor mij op het laatst niet meer. Want ik weet hoe lastig het is om met zoveel concurrentie van wat je zegt... Ja. Netflix, YouTube, noem maar op... om nog iets neer te zetten wat ertoe doet. Of ben ik dan gewoon een luie lul... die gewoon door de loop van de jaren... gewoon niet meer genoeg motivatie had daarvoor? Ja. Ik vind het... Je zou het zo weer doen. Als je nu zou vragen voor de ochtendshow bij een landelijk station... Dat wil je mij niet zeggen. En is dat dan omdat je weet hoe pittig het is? Of? Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb me wel enigszins verbaasd toen ik hoorde dat Giel weer opnieuw... Omdat hij het 15 jaar heeft gedaan. Ja, alles bereikt. Alles bereikt, en dat wat jij zegt... En op dat moment sta je op je hoogtepunt. En dan voel je toch ook een soort van... Hij is gewoon de Nederlandse Arjen Robben. Lang gedaan, alles bereikt. Maar op een gegeven moment is het wel klaar. Ja. Ja, moet je dan nog... Daar heb ik me wel over... Ik zeg niet dat hij het niet had moeten doen. Nee. Hè? En daar heb ik ook van... Joh, dat moet hij vooral zelf weten. En Giel is zo getalenteerd en zo gedreven. Die heeft waarschijnlijk geen nee kunnen zeggen. Die wil gewoon maar doorgaan. Is dat geen ijdelheid dan? Want daar hebben wij dishoekjes natuurlijk ook wel genoeg van. Natuurlijk is ook een deel ijdelheid en erkenning. Je naam op een poster en een busje. Ja, maar Giel doet het niet alleen voor ijdelheid. Giel is zo gedreven en zo gepassioneerd. Die wil, die kan zich... Ja, die doet het niet alleen voor de poster. Dat interesseert hem niks. Maar ik heb me wel verbaasd over dat je dus inderdaad op dat moment kunt zeggen van... ik ga het toch weer doen. Ja. En vind je dat hij het nu... heb je daar wat van gehoord al ook? Uiteraard. En vind je dat hij zijn trucje aan het herhalen is... of dat hij zichzelf opnieuw aan het uitvinden is? Daar vind ik lastig. Te kort om daar iets over te horen. Ja. Nou ja, ik snap namelijk vanuit het oogpunt van commercialiteit wel... dat hij zijn succesnummers doet. Ja. De Giel Mobiel, beentjes in de studio. Moet ik me er maar gewoon bij neerleggen dat radio niet vaak opnieuw uit te vinden is? Dat het gewoon al is wat nou, Giel heeft natuurlijk geprobeerd om juist door zich volledig toe te leggen op... volledig toe te leggen op YouTube en op alle nieuwe media die er waren. En dan toch gezien van ja, maar misschien moet ik niet mijn kunstje herhalen. Maar mensen
willen wel graag wat ze kennen. Ja. En kijk naar het succes van Evers. Ja, die doet elke dag hetzelfde. Ja, maar dat is ook juist het knappe. Voorspelbaarheid. Ja. Ja. En hoe is dat nu bij Q? We hebben natuurlijk het hele Mattie en Wietse verhaal achter de rug. Er is al heel veel over gezegd en geschreven. Was jij in die tijd, werkte je er toen al? Toen dat nee, gebeurde? Ik ben aangenomen van de zomer om echt... Nieuwe team. From scratch, een nieuw team, een nieuwe show en dat soort dingen te gaan neerzetten. En wat mij daar erg opviel, ik denk ik zal wel komen in een soort te neergeslagen sfeer. Commercieel bedrijf wat marktaandeel achteruit gaat. En ik werd een soort van... kreeg er een heel positief geluid van. Of een heel positief idee bij. Iedereen had meer een soort van vibe van... ja, het is even kloten. Ja, we zakken terug in marktaandeel. Maar ook zo van... dat hebben we al lang, daar houden we rekening mee. Ja. We gaan eigenlijk weer... we gaan weer een nieuw avontuur tegemoet. We gaan weer iets nieuws beginnen. En we gaan weer opnieuw zitten tekenen... aan iets waarvan we niet weten hoe dat er over 5 jaar uitziet. Maar we weten wel dat we 5 jaar geleden zijn begonnen... aan een tekening... met 2 totaal onbekende DJ's... waar iedereen van zei, wat gaan jullie doen? En dat zo geëxplodeerd en groot is gegroeid... dat we heel erg veel zin hebben om opnieuw zo'n heel avontuur te gaan tekenen. Dus ik was daar wel heel erg door verrast... dat die sfeer zo goed was. Ja. En nu met z'n drieën, er zit ook een vrouw bij. Ja. Is dat een vrouw omdat het moet? Nee, maar het is wel een bewuste keuze. Omdat de rest van de ochtendshow... ja, even kijken, Giel heeft dan als sidekick een vrouw... Nou, wat ik het belangrijkste vond is Fien, de nieuwslezeres, om wie het gaat. Om die een plek in het team echt te geven. Zodat je niet alleen steeds de vrouw krijgt als die schuift aan met het nieuws. Mm-hmm. Nee, Fien zit er gewoon bij. Staat ook op de posters. Staat ook op de posters, doelbewust. Fien weet wat er speelt in de wereld en die kan daar altijd op inhaken. Maar Fien heeft niet de rol van die hoor je alleen om 1:30, 2 minuten voorbij komen. Nee. Of die, daar praten we alleen tegen als er nieuws is. Nee. Ze zit wel bij op de bank. Is dat niet gevaarlijk dat de nieuwslezer dan op een gegeven moment ook gebruikt wordt voor grapjes? Of dat ze... houdt zij wel die rol van geloofwaardigheid? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je het echt moet zien als... ook dat is weer een soort van... ja, ze staat niet op een ivoren toren. Is dat ouderwets dat ik denk dat de nieuwslezer beschermd moet worden? Kan hè, ik weet het niet. Nou, het is niet ouderwets. Ik wil... niet dat Fien degene is die alleen maar op de voorgrond... die moet de rol kennen. Daar hebben we nou ook gesprekken over. Maar het is wel degene die naast je zit op de bank... maar die toevallig net iets meer de krant heeft gelezen dan jij. Ja. En waarmee je gewoon op hetzelfde niveau een gesprek voert. Ja. En die jou wat dingen vertelt die interessant zijn... en die je vragen kunt stellen. Ja, dat zie ik niet als iemand die net op afstand staat... of iets hoger geplaatst staat... of op een bepaald tijdstip alleen vragen mogen worden gesteld. Die hoort er gewoon bij. Ja. Het belangrijkste bij een duo-show of een trio-show in dit geval hè, is chemie. Ik moet altijd terugdenken aan die fantastische tijd bij RuutdeWild.nl. Jij, Ruud de Wild, Jeroen Kijkende Vechten, Vliegende Asbakken. Ik heb een tijdje nog de muziek mogen uitkiezen voor jullie. En dan hoorde ik van de 10 platen die ik had uitgezocht, hoorde ik er 2 terug. Fantastische tijd. Oh echt? Ja, als een dance classic gedraaid werd, begon Kijkende Vechten als een malle... op tafel te staan. Begon ik te gillen. Jullie hadden overduidelijk chemie. Dat was fantastisch. Hoe krijg je chemie in een teamshow? En is dat een risico wat je loopt dat die chemie er wel of niet is? Ja, natuurlijk is het het allerbelangrijkste. Want chemie betekent gewoon sfeer maken. Ja. Dat is hetzelfde op een verjaardag. Op het moment, je hebt geen idee, maar op het moment dat de sfeer er niet is... nu kun je dat beïnvloeden op een verjaardag door... maar ergens moet er sfeer zijn. Vaak komt dat door een sfeermaker. Maar... ja, Ruud was daarin wel subliem. Hij maakte de sfeer. Ja, natuurlijk. Maar het lag ook door jullie. Nee, ja. Nee? Ik denk dat Ruud daarin degene is die... Tuurlijk, kijk, de vechten is ook... dat is de allergezelligste op het feestje. Maar Ruud wist hoe je... had ik daarvoor natuurlijk bij 538 ook al meegewerkt. Ruud weet hoe je vooral dingen niet serieus moet nemen. En dat doet hij nu bij Radio 2 weer heel goed. Alle radiomakers, zeker in die tijd bij 3FM... we waren een best serieuze popzender. Ja, serious radio. Kortom, als er op de deur wordt geklopt... ja. Dan rent de producer snel om te kijken... ja, maar luister, we zitten in de uitzending. Ja. En Ruud had zoiets, als er op de deur wordt geklopt... en de microfoon staat open... kom erin, wie staat er voor de deur? En we alles helemaal uitvergroten en op de radio brengen. Ja. En dat echt radio maken... dat vinden luisteraars toch het spannendst. Ja.
Ja, ik vind dat dan best wel spannend. Je zet Mattie en Igmar bij elkaar. Mm-hmm. Hebben die twee elkaar van tevoren dan ook al op een feestje een keer gesproken? Ja, of? Ja, uiteraard. Uiteraard. Ja. Maar niet, die hadden nog nooit samen radio gemaakt. Het is dus een risico. Het is zeker een risico. Wat we goed hebben afgewogen is dat Mattie gewoon natuurlijk als stabiele kracht daar zit. En Igmar als vertegenwoordiger van het hele social media, YouTube generatie, aantal jaar jonger, volgers, dat soort dingen. Ja. Dus je brengt eigenlijk twee werelden bij elkaar. Ja. We hebben ook in vergaderingen, als het gaat over een technisch radio-nerd dingetje, dan kan Mattie daar uren over ahoeren. Ja. Dan zie je echt maar na twee minuten al richting zijn Instagram van, is er online nog iets te gebeuren? Ja. Ja, en dat vind ik ook prima. En die twee werelden probeer je wel een beetje samen te brengen. Want aan de ene kant heb je als Q-luisteraars gewoon de dertigers die lekker naar hun werk gaan en gewoon lekker een beetje muziekje willen horen en de kinderen naar school moeten brengen. Aan de andere kant krijg je de nieuwe generatie twintigers die de hele dag op een smartphone zitten. Ja, dat contrast is leuk. Hè? Goede documentaire laat ook contrast zien. Het vult elkaar aan. Ja. Dus dat is, dat is geen slecht idee. Dank je. Ja. Nee, hoe zie je je toekomst? Ben je over 5 jaar programmaleider bij Q of bij 538 of station manager? Waar liggen je doelen? Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb aan de ene kant, ik vind het heel leuk om nu mensen aan te sturen. En ik vind het op termijn ook wel leuk om meer mensen aan te sturen. Dus als jij, als die vacatures er zijn, dan zal ik daar zeker oor naar hebben. Aan de andere kant vind ik het ook wel leuk dat je nu, dat ik nu toch ook wel dicht op de uitzending zit. Ik hoef niet de hele dag in vergadering zitten. Ja, met sales. Dus ik vind het wel leuk om direct bij een uitzending betrokken te zijn. Of om gewoon heel veel uitzendingen te kunnen luisteren. En op die manier betrokken te zijn. Dus dat je wel je eigen kantoortje hebt, maar wel de radio altijd aan hebt staan. Waardoor je gewoon wel betrokken bent. Niet alleen maar in hele zware, saaie meetings. Die zijn er ook niet bij Q, maar nee, ik snap je. Op andere plekken wel. Ja. Hoe vind jij de ontwikkeling dat heel veel oud-distrokies nu ineens radiocoach worden? Of heel veel, een aantal. Is dat een goede ontwikkeling? Of zeg je een radiocoach, dat ben jij al. Dat heeft een radiostation niet nodig. Coaches van buitenaf. Ja, zeker wel. Het is echt heel fijn om te sparren met mensen over waar we het net over hadden. Met radioregels en hoe je dingen goed kunt aanpakken. Mm-hmm. Wij sparren ook bijvoorbeeld met een creatieve radioman in Australië. Die alle formats uit Australië aan ons spelletjes die daar worden gespeeld. Ja. Amerikaanse markt, Australische markt. Hoe ga je met nieuws om? Hoe ga je met social media om? Hoe de recepten voor een viral of voor een goede online actie, die zijn er natuurlijk. Je hoeft niet altijd het wiel zelf uit te vinden. Nee. Dus je wisselt op die manier ook veel tips en trucs uit. En natuurlijk zijn de oude generatie radiomakers of coaches die het goed kunnen overbrengen, goud waard. Want een hoofd bij jou ook. Je hoofd zit vol met ideeën die allemaal voortkomen uit het feit van, hé, dat is ooit al eens een keer ergens gedaan. Een ideetje bij. En doordat je alle ideeën in je hoofd hebt, kun je dingen aan elkaar koppelen. En goud als iemand van 20 alles zelf bedenkt. Maar als het niet zo is, kun je ze natuurlijk wel helpen. Ja. Hoe denk jij over free publicity? Je zit nu onder een bord van de Michael Jacksonstraat. Een van de acties die ik deed bij Veronica. Toen Michael Jackson net overleden was. Er moet een straat komen in Nederland. Ik heb dat wel eens. Ik heb bij Giel heeft het aan zijn kont hangen. Veel free publicity. Mm. Hamer jij daar bij Q ook op? Zorg dat je minimaal 1 keer in de maand krant haalt. Ja, maar hier is alles mee wat jij zegt. Dat is toch een geniale actie. Ja, Michael Jackson overleed, actualiteit. Wat kunnen we ermee op een eigen manier? Ja. En hoe kun je daarin ook waarschijnlijk je luisteraars betrekken? Van we willen dit echt voor elkaar. Ja. En ze bij de burgemeester van Almere geweest. Het is er gekomen. Maar dit paste ook goed bij het format. Ja. In hoeverre, dat zou dus niet bij Q kunnen nu, Michael Jackson. Want dat draaien jullie niet. Nee, want dan zou het de Bruno Marsstraat moeten worden. Ja, maar je mist ook de actualiteit dan. Nee, natuurlijk. Nee, maar dat is wel waar. We toetsen wel alles aan. Hey, maar speelt het nu? Leeft het nu? Ja. Kunnen we er iets mee? Hoe betrek je je luisteraars? De volgers van je merk in dit verhaal? Maar waar ligt de grens dan? Want zou jij bijvoorbeeld, Mattie en Igmar, zou je daar iets in scène kunnen zetten? Of moet het allemaal waar zijn? Nee, natuurlijk kun je wel wat in scène zetten. Het moet alleen echt zijn. En waar wij, we zijn onlangs op
Fien, onze nieuwslezeres, deel van het team, die was... die had het verhaal verteld. Het was ook heel echt. Ze schaamde zich dood, wilde dat liever niet vertellen. Ze was... Oh ja, ze had bij het tankstation de opmerking gekregen. Mevrouw, gaat het wel goed met u? Want we zien u aankomen rijden en u neemt een stoepje en een drempeltje mee. En we vertrouwen dat niet helemaal. Van alcohol of zo. Ja. Misschien gedronken, ja. Of ja. Heeft u... En er was helemaal niks aan de hand. Alleen Fien kan gewoon niet zo goed autorijden. Dus die was per ongeluk... had hij een stoepje mee gepikt. Nu al een nou, dat werd een heel verhaal. Ja. Op dat moment krijg je luisteraars met hun verhalen. Hoe goed ben je in autorijden? Ja. Alle clichés natuurlijk komen. Ja. Van kunnen mannen niet... Of kunnen vrouwen slechte autorijden? Clichés die... overal besproken worden. Dan dus zo echt mogelijk op de radio gebracht. En toen zijn ze met... camera's op de auto, buiten op de auto, zijn ze Fien rijles gaan geven, hartje Amsterdam in gaan rijden. En dat gaat dan ook viral vervolgens, die video. Ja, dat vind ik wel een idee hoe het werkt tegenwoordig. Alles zoveel mogelijk uitdenken, uitnutten en op alle platforms brengen. Met invloed van luisteraars, opmerkingen. Maar toch echtheid. En dat kan juist op Q. Ja, dat proberen we heel erg op te sturen. Ja. Dat is een entertainment en dan hoeft het dus niet 100% waar te zijn. Het wordt ook een beetje aangedikt natuurlijk. De kunst is om zo'n klein dingetje uit iemands leven... Mm-hmm. Of dat nou een luisteraar is die zich verspreekt... of niet goed uit zijn woorden komt. Een quoteje is van televisie. Of inderdaad iemand van het presentatieteam... die iets heeft meegemaakt in zijn normale leven. We hadden... vorige week komt Mattie binnen. Nee, we hadden een inval-DJ inderdaad. Mattie was ziek. En Wim van Helder kwam en die zegt van... Jezus, ik weet niet of ik het vandaag ga redden. Ik heb vannacht op de bank geslapen. Wow. Ik keek ook echt maar aan. En het team keek elkaar aan. Stop hier maar, we weten genoeg. Ja. Geen idee waar dit verhaal over gaat. Nee. Maar je hebt contact met iemand. Je denkt al meteen, hij heeft op de bank geslapen. Wat is er aan de hand? Het hele verhaal willen we horen. Maar ook van luisteraars. Wanneer heb jij op de bank geslapen? Wanneer moet je op de bank slapen? Wat zijn de meeste voorkomende redenen? Ja. Het heeft meteen een verhaal. En zo, als je scherp bent, dat soort hele kleine dingen. Ja. Natuurlijk vergroot je het uit. En is dat radio, het is entertainment. Maar het raakt wel... constant aan de echte wereld. Ja, dus alert blijven is het advies. Ja, ja. Ja. En wat vind jij van de stelling... als ik een uur naar jou geluisterd heb... en ik heb jou in dat uur niet beter leren kennen... dan heb ik een uur van mijn tijd verkwist. Als luisteraar. Ik vind het heel belangrijk... dat zeker met een nieuw presentatieteam... dat wij nu hebben op Q... dat je ze echt leert kennen. Dat de eerste maanden zijn echt gericht op... leer ze kennen, want dan... dat is het... Mattie en Wietse concept ook een beetje geweest. Datingfase. Ja, ja. Maar ik mag hopen dat niet elk uur in de toekomst in de basis draait om alleen maar het ego van je DJ. Want dat moet het niet zijn. Nee. Je moet het kunnen koppelen aan je luisteraar. Maar het kan zitten in iets heel kleins, hè? Ja. Als jij in een weerbericht even vertelt van... ik zie wel op om straks haar hond uit te laten. Maar want het gaat weer regenen. Dan weet ik van jou nu dat jij een hond hebt. En dat vergeet ik niet meer. Nou, en als ik ook een hond heb, dan verbind ik me met jou. Hè? Ja. Dat is ook een hondenliefhebber. Ja. Nee, absoluut. Ik vind het ook leuk als ik bij Martijn Muis op zijn Instagram zie... dat hij altijd met zijn kat aan het spelen is. Dat vind ik leuk. Nee, daar moet iets van connectie in zitten. Maar dat is wederzijds. Hè? Dus het moet niet alleen zenden zijn van... ik vertel wat voor auto ik net heb gekocht. Maar... het moet iets oproepen bij de ander van... goh, jeetje, hij heeft ook op de bank geslapen. Of hij heeft dus ook een hond en hij moet ook de regen nog in. Ja, het menselijke. We hebben nog zo'n 10 minuutjes als je het volhoudt in de kou hier. Hoe zie jij... bestaat radio over 25 jaar nog? Of zitten we allemaal gewoon alleen maar naar ons mobieltje te kijken? Ja, je zegt 25 jaar, maar ik... Jij denkt korter nog. Nou ja, ik denk dat het gewoon... er komt iets beters van in de plaats. In plaats van radio. Radio Plus. Nou ja. Ja, geen. Ja, wij zijn bij Q heel erg. We hebben het niet meer over radio. Nee. Maar we zijn een mediamerk. En uiteindelijk ook een soort van vriendenmerk. Lifestyle. Ja, ik denk dat wij gewoon een app op je telefoon willen zijn. Waar alles onder zit. Waar je een community hebt. Waar je muziek hebt. Waar je lifestyle hebt. Waar je nieuwtjes hebt. Waar je goede verhalen hebt en dingen om naar te kijken of naar te luisteren. Ja. En of dat nou in... het is puur distributie. Het is handig, de radio, omdat het kastje is dat in de auto zit. Ja. Maar als dat kastje dadelijk een Q is en dan krijg je ons in beeld...
en er komt geen radiosignaal meer aan te pas, ja, dan is de radio natuurlijk redelijk snel dood, denk ik. Maar missen we de magie van radio dan niet? Want vroeger kon jij een heel beeld in mijn hoofd toveren. Hè? Ik hoefde het niet te zien, maar ik zag jou met Jeroen Kijkendevecht en Ruud de Wild. Ja. In een soort danszaal, voor mijn gevoel, als jullie een dance classic draaiden. Ik zag die Kijkendevecht helemaal losgaan. Ja, ik heb heel lang gedacht dat radio inderdaad puur audio was. En dat het beeld bij radio, dat mensen dat toch niet interessant vonden. Hè? Dat dat voor ons nerds leuk is. Ja, ja, totdat Serious Request kwam. Ja. Of de top 2000. En mensen dan gewoon in de rij voor staan om te kijken. Ja. Dus als je het beeld nog aantrekkelijker maakt en je vrienden zitten daar verhalen te vertellen, ja, dan denk ik dat dat hetgeen is dat de toekomst er eigenlijk nu al aan de gang is natuurlijk. En het is nu op dit moment puur de distributie dat het via een ethersignaal het makkelijkst in je auto komt. Ja. Maar als we straks allemaal gewoon een internetradio of een digitale radio of gewoon een digitale manier om jouw merk, om bij jouw merk te komen, dan is het gewoon een nieuwe zaak dat je gewoon je merk zo sterk mogelijk maakt en op orde hebt. Ja, je liet net het woord viral al even vallen. Denken jullie bij items ook vaak al van tevoren na van, nou, we gaan dit zo doen dat de kans dat het viral gaat het hoogst is? Nou, niet met die bewoordingen, want een viral is natuurlijk ook een hoop geluk. Maar ja, is dat echt zo? Is het niet te sturen? Het is, ik denk dat er geen recept voor is. Maar ja, je moet wel tegenwoordig kennis in huis hebben van social media. Dat je weet van ja, een bericht kun je op Facebook beter om 12 uur 's middags online zetten dan om 2 uur 's middags. Omdat tussen de middag meer mensen hun timeline openen. Ja, dus dat in die zin zijn er natuurlijk wel regels die gewoon Facebook ons heeft opgelegd om dingen eerder aan het rollen te krijgen. Ja. Dus als je op die manier, ja, natuurlijk hou je daar rekening mee. Maar ergens op inspelen, dus ik weet nu bijvoorbeeld vandaag is dit het gesprek van de dag. Dus dan speel ik daarop in met een stukje content. Ik stuur het vast naar wat showrubrieken. Denk je? Nou, het is niet zo dat we denken dat we gaan zitten, dit is het gesprek van de dag, daar moeten we daar een viral bij bedenken. Daar liften we op mee. Nou, bijvoorbeeld de Sparta Piet discussie, daar heb ik 1 jaar of 5 geleden alle showrubrieken mee gehaald. Ik zag die trein voorbij komen. Mm-hmm. Ik denk, ik wil Sinterklaas Weekend niet weer op nummer 1 hebben in de top 40. Nou, kwestie van een persberichtje. En hup, alle showrubrieken pikten het op. Ja, daar was jij goed in, hè? Nou ja, ik vind dat ook leuk. Ja. Meelift. En ik denk altijd, vaak komen iedere week komt er wel zo'n trein voorbij. Waarom daar eigenlijk niet gewoon opspringen als ochtendshow? Ja. En, of is, vind je dat te goedkoop? Nou, dus ik vind het niet goedkoop. Maar ik vind het viral gaan om het viral gaan. Zo wordt niet nagedacht bij ons. Er wordt wel nagedacht. Hé, wat doen we met de Zwarte Piet discussie? Wat doen we met iets dat speelt vandaag, dat in de belevingswereld van onze luisteraars zit, waar we bij aan willen sluiten. Dus als dat dan, en als dat dan uiteindelijk viral gaat, dan is dat mooi meegenomen. Ja, tuurlijk. Ja, omdat ik het idee heb, ik heb ook een aparte telefoon waarop ik met iets van 10.000 luisteraars zit te appen. Als ik zie hoe snel stukjes radio ook viral gaan, denk ik, waarom zijn de stations daar eigenlijk niet happiger op? Maar ja, misschien zie ik daar te veel het belang van in. Dat kan ook. Dat echt sommige stukjes radio blijven jarenlang rondgaan als een soort visitekaartje voor je station. Hè? Ja. Maar ja, dat is dus een kwestie van afwachten, niet te sturen. Nee, wat ik net zeg, er zijn echt wel regels voor je waar je rekening mee houdt. Ja. En ook als je een bericht post, dat je zegt van ja, maar luister jongens, de tekst moet scherper, dat moet beter. Precies. Ja. Maar ja, dat is gewoon media maken. Ja. Ja. Is er nog iets wat je aan dit gesprek wil toevoegen, Sander? Ben je nog op zoek naar iemand? Misschien zijn jullie bij de ochtendshow nog, staan jullie open voor mensen die iets heel erg goed kunnen? Of die iets heel erg goed kunnen? Nee, luister, we zijn bij een commercieel bedrijf, dus het moet allemaal, personeelsbestand moet het liefst zo blijven. Ja. En moeten alles met zo min mogelijk mensen en met zo'n kleine club, wat ik ook in het begin vertelde, spoelde me maar even helemaal terug. Spoelen we even terug. Nee, dat het leukst, dat het kleine clubje het leukst is. Dus geen vacatures momenteel. Nee. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat aansnijdt. Want Matty was toch ook eerst gewoon maar een audiovorm. Ja. Dat vind ik wel cool. Dat zeggen Amerikanen ook. Er loopt vaak goud rond op je gangen. Let jij ook goed op in de kantine of in jullie keukentje van, hé, maar wacht, die heeft wel, als die iets vertelt, kijkt de hele tafel om. Maar dat is wel het verhaal waar je iemand aan herkent die goed radio zou kunnen maken. Ja. Dat is dus niet. Vroeger was het de radioneurd met verstand van muziek en een goede stem in het hoekje. Ja.
Maar je moet diegene hebben die op een feestje in de keuken aan een hele groep een verhaal staat te vertellen. Ja. Dat is een gave. Ja. Dat is natuurlijk een gave. We hadden het al eerder over. Kun je storytelling of kun je een verhaal leren vertellen natuurlijk. Ja. Maar dat zijn wel... Vond jullie experiment met dat headset vond ik ook echt noemenswaardig. Doen jullie dat nog steeds? Dat je de jock achter de tafel probeert vandaan te krijgen? Ja, we zijn met heel veel dingen op dat vlak bezig. Ik had al een hele soort van tv-studio in mijn hoofd van... Eigenlijk wil ik ze niet eens meer achter een tafel hebben zitten. Staand. Maar veel energieker ook. Precies, staand. Of als je daar gaat zitten, lekker op een bank zitten. Oh, sorry. En meteen camera erop en zo zetten we 's ochtends jou bij te praten. Boulevard setting kan ook. Maar vind ik ook wel weer, dat vind ik weer wat nieuws hier en dat soort dingen. Ja, okay. Maar dat kan weer bij het nieuws. Ja. En in beeld tegelijk. En met video, via de app, meekijken. Er zijn nog zoveel mooie mogelijkheden waar ik heel druk mee ben. En muziek draaien, moet dat eigenlijk nog wel een ochtendshow? Dat is een goeie, ja. Als jullie toch zo'n interessante content leveren. Ik denk dat ik voor content luister. Ik denk dat muziek draaien in de ochtendshow niet per se nodig is, nee. Ik denk dat we prima naartoe kunnen dat je over een tijd... En of dat nou een jaar of 10 jaar is, hè. Maar dat je gewoon in je app ochtendshow aanklikt. En dat je daar misschien kunt kiezen uit... Ik ben in 20 minuten op mijn werk. Nu krijg ik de topics van vanochtend. Leuke verhalen. Ja. En misschien nog wel dat je kunt kiezen wat voor leuke verhalen. Is dat entertainment of wil ik het harde nieuws horen? Die krijg je in 20 minuten. Rijk een uur naar mijn werk, krijg ik er misschien mijn plaatjes ertussen of het uitgebreide verhaal. Maar de luisteraars aan de macht. Ja. Ik bedoel, je hebt het met Netflix toch ook. Je kijkt toch niet de eerste serie die je wordt aangeboden. Nee. Ja, er zijn wel algoritmes die ervoor zorgen dat steeds een beetje jouw genre bovenaan komt. Dat jij blijft kijken. Ja. Maar je maakt toch zelf de keuze wie je volgt op Instagram en toch ook waar jij behoefte aan hebt, wat je wil horen 's ochtends. Dus daar moeten wij zo goed mogelijk op inspelen. Ja, laatste vraag. We krijgen het echt te koud hier op deze koude zolder. Hoe zie jij podcasting? Zie je daar nog een toekomst voor? Blijft dat een niche? Ik zag je nee schudden. Nee, ik schud er zeker niet in. Nee, ik denk dat podcast een vorm is van je maakt het voor de luisteraar. Maar jullie doen het niet bij Q, geen podcast. Nee, ik denk dat we op dit moment nog... Ik denk dat je echt moet kiezen waar heb je behoefte aan en wat kunnen wij daarin aanbieden. Een podcast voor Q zou daar muziek zijn. Maar ik snap dat als jij, wat BNR doet het natuurlijk heel veel. Ja. Omdat die gewoon echt een specifiek genre hebben. De autoshow en de economische nieuws. Ja. En dat je daarop heel erg in de content kunt gaan bieden en... een podcast kunt maken. Maar heel veel dingen zijn ook arbeidsintensief, hè? Ja. Wat we nu allemaal bespreken, daarvoor zouden alleen al de DJ's eigenlijk 20 uur per dag moeten werken. Omdat ze de hele dag door aan het vloggen en aan het Instagrammen zijn en nog een podcast moeten maken. Ja. En eigenlijk willen ze alles laten doen. En willen we ook alles maken, maar het kost mankracht en dus geld. Ja. Oké. Okay. Sander de Heer, hartstikke bedankt. We blijven je volgen. Dat is een leuk gesprek, hè? Ja, vond ik ook. Best veel goede info. Al zeg ik het zelf. Zonder het wolkje. Moet ik hier nog wat opschrijven? Ja. Wat is het bottom line? Wat hebben we nu geleerd eigenlijk? Ja, wat hebben we geleerd? Alles. Content. Nee. altijd blijven lachen. Ja. Het is te koud. Koud zonder jou. Het is koud zonder jou. Oude lullen moeten oprotten. Ja. Oude lullen moeten hun bek houden. Nou, ik zal het onthouden. Nee, dat is natuurlijk toch een beetje, toch? Klein beetje. Maar we hebben hier toch niet alleen maar zitten afgeven op de nieuwe generatie. Nee, ik hoop juist dat iedereen hier wat van heeft. Nou, niet opgestoken, maar... Het was in ieder geval vermakelijk. Ja. Nou, ik ga op stop drukken. Dag. Doeg.